En ik wil een bas hebben die anders klinkt. Nou, die lul die klinkt anders. Want hier mag je natuurlijk niet roken. We zijn nog steeds outlaws. Je moet wat slechts in je leven doen natuurlijk. Drie stuk. Eén keer in je leven moet je een keer voor lul staan. Het sluipt er echt in. Dat is een gevaarlijk spul. In the States, Negroes fight for freedom. Of mag ik dat niet meer zeggen, Negroes? Ja hoor. Toen ik die tekst las, dacht ik van ja. Ja. Jij was zelfs vroeger al lelijk, hè? Wel leuk dat Cesar ook weer erbij is. Wat was het, Robinson-Tibo? Bijna 40 jaar. Ja, uit de tuin van koning Hassan. In de hoeken waar hij altijd pist. Ik was raar muzikant. Ik kon gewoon geen hout spelen. En toen kwam ik op het idee om muziek te gaan maken. Ik ben oud, weet je. Kijk, hier. Werken in die muziek is echt een feest, hoor. Die meter leven die je hebt, ben ik nu dus al 2/3 heb ik achter de rug. Het gekke is dat ik juist nu op het eind van mijn leven soms gelukkiger ben dan ik ooit ben geweest. En als je geen kippenvel van die muziek krijgt, dan is het eigenlijk niks voor jou.